En Romy was panisch voor begraven. Ze wilde dat absoluut niet. En in Almelo is het helaas in Romy's geval standaard een begrafenis. Helaas is een van onze liefste vrijwilligsters en ook vriendin, ook familielid, afgelopen woensdag overleden. Ook eigenlijk door het overlijden van een hondje. Romy had een hondje, dat was haar alles, dat was Pep. En Pep kwam te overlijden en zij had niet de financiële middelen om een crematie of een uitvaart voor het hondje te regelen. En toen heeft ze mij benaderd, want wij hebben ook een dierencrematorium, dat is gevestigd in Hengelo en Almelo. En zij vroeg mij of ik haar daarmee wilde helpen en dat wilde ik heel graag. Begin september liet ze weten dat ze rugpijn had. Heel slecht nieuws, ja. Ja, Romy, ik was ook bij die gesprekken. Ze is niet alleen een collega, maar ook mijn beste vriendin. En Romy kreeg het slechte nieuws dat ze een uitgezaaide longtumor had. We hebben een heel fijn plekje gevonden bij een hospice in Almelo, bij de koppel. En het was natuurlijk wel heel pittig voor haar, maar ik denk dat ze geen betere plek had kunnen vinden. Dus ja, we hebben zoveel mogelijk nog geprobeerd er nog uit te halen wat er nog in zat. Het ging heel snel achteruit, haar energielevel werd heel laag en ze wilde nog zo graag. Maar als je zo jong bent, verwacht je niet dat je al direct een uitvaartverzekering nodig hebt. Dus dat was niet geregeld nog. En dan ben je overgeleverd aan de maatschappij. In dit geval de gemeente. En daar hebben we contact mee gelegd. En in de gemeente Almelo is het zo, als iemand komt te overlijden en die moet een gemeentelijke uitvaart krijgen, dan wordt het standaard een begrafenis. Ja, en Romy was panisch voor begraven. Ze wilde dat absoluut niet. Per gemeente is het verschillend. Hè? De ene gemeente kiest voor de uitvaart als een begrafenis en de ander kiest voor een crematie. In Enschede is het standaard een crematie en in Almelo is het helaas in Romy's geval standaard een begrafenis. We hebben hier een koelruimte, daar is ze nu. We hebben gisteren een fantastisch afscheid gehad. Er zijn mensen, zelfs van heinde en verre, zijn gekomen om haar de laatste eer te bewijzen. Dus dat is ook een teken hoe geliefd ze was. Ja, je wilt nu alleen het allerbeste voor haar. En dat zij krijgt wat ze verdiend heeft en dat krijgt ze nu.